als je behandeld bent voor een vorm van kanker, dan heb je echt wel een behoorlijke jaar achter de rug. Die behandeling die ligt er niet om. En dan is eigenlijk het opbouwen van je conditie, dat is niet zo heel erg gemakkelijk. Dat gaat niet volgens de normale wijze. Daar heb je eigenlijk een specifiek revalidatieprogramma voor nodig. Dat is geschreven door het IKNL, het Integraal Kankercentrum Nederland. Dat is de richtlijn oncologische revalidatie. Dat gaat volgens bepaalde principes. En het feit dat je dan die bepaalde ingrediënten in je training doet en je doet het in groepsverband, dan til je elkaar echt omhoog. En dat krijg je in je eentje moeilijk voor elkaar. Buitensporten is heel erg goed en buitensporten is ook heel erg leuk en een hele gemakkelijke manier om aan je gezondheid te werken. Waarom is dat dan belangrijk bij mensen die kanker achter de rug hebben? Dat heeft te maken met een grote gezondheidswinst en een kwaliteit van levenwinst die je weet te behalen als je dagelijks in ieder geval een half uurtje tot een uurtje met een lichte activiteit bezig bent. Waarom vragen we dan voor het programma Revalidatie bij Kanker Nordic Walking Sticks? Omdat het heel erg leuk is om een van de laatste lessen van Sport en Spel daaraan te besteden en mensen iets mee te geven wat heel laagdrempelig uit te voeren is. Je kan het doen op je eigen tijdstip, je kan het doen bij jou in de buurt, je hoeft er niet voor af te spreken, je hoeft er geen duur abonnement voor aan te schaffen. Dus het is leuk om dat nog net even mee te geven, zodat ze iets meer handvatten hebben om een actieve leefstijl vol te houden. Ik had acute leukemie en ik heb 3 keer een maand opgenomen geweest in het ziekenhuis. Maar ja, er kon geen raam open, dus toen je buiten kwam, nou ja, toen vroor het licht, toen kreeg je zo die lichte vrieskou in je gezicht, dat is heerlijk. Ja, en buitensporten, dat is sowieso top, wat voor weer het ook is. Ja, er is niets heerlijkers dan buiten te zijn. Je ziet van alles, je geniet van de omgeving, je maakt de jaargetijden veel bewuster mee. Je bent bezig met je lijf en met je geest en ja, dat helpt enorm om positief te blijven, zelfs wanneer het regent. Het zou fantastisch zijn als we door middel van uw donatie 14 Nordic Walking Sticks aan zouden kunnen schaffen, zodat we met deze groep revalidatie bij kanker, een van de laatste lessen van Sport en Spel, heerlijk buiten kunnen zouden de Nordic Walking. Het zou fantastisch zijn als u uw donatie geeft op het onderstaande nummer. Dank u wel.